Uw zoon woont hier dus? Ja, die woont hier, ja, klopt. En wat is er gebeurd? Nou ja, er is een beetje kwik in trappenhuis, heb ik begrepen. En hoe moet ik dat voor me zien, een beetje kwik? Ja, dat vraag ik mij ook even. Dat weet ik gewoon niet. Hoe ziet dat eruit? Ja, volgens mij is het een beetje zilverkleurig, hè? Ja. Zilverkleurige bolletjes allemaal. Waar woont uw schoonzusje? Mijn schoonzusje woont op de derde etage, maar ze had niks meegenomen, geen mobiele telefoon, niks. Dus ze was zo naar buiten gehezen. Uw schoonzusje heeft het kwik gevonden? Nee, een andere buurvrouw. En die hebben al alarm geslagen. Die roken een bepaalde lucht. En die hebben al alarm geslagen. En toen hebben ze de brandweer erbij gehaald. Wat ik eruit begrijp. En toen moesten dus 7 bewoners uit de 2 complexen moesten uit huis gehaald worden. Sommigen durfden niet met de hoogwerker. En die zijn met een heel pak en schoenen en masker via de trap toch naar buiten gegaan. Het is wel een beetje een rare gang van zaken natuurlijk. Hoe komt de kwik in zijn trappenhuis terecht? Is het van de lampen? Want dat schijnt ook in een bepaalde lampenkwik te zitten. Hebt iemand dat meegenomen? Ja, dan vraag je je toch af van... Barometers? Ja, precies. Dus wel, eng. Want het schijnt heel giftig te zijn. De dampen, hè? Ja, precies. Nou, ze hebben lekker bij de Van der Valk bij de Amstel geslapen en een ontbijtje gehad. Dus die heeft er eigenlijk wel vermaakt met alle buren. En ze is heel netjes, ze doet voor de deur de schoenen uit. Dus ze zal niks onder de schoenen hebben.